het leukste van juf zijn vind ik wel de kinderen. Ik ben Rosalinde, ik ben student aan de CE. Ik ben, doe de opleiding tot leerkracht basisonderwijs, de PABO. Ik woon in Zwijndrecht en ik loop stage in Rotterdam. Ik koos ervoor om leraar te worden omdat ik dat echt al heel lang wilde, al sinds groep 3. En tussendoor heb ik nog wel wat anders gewild, maar elke keer teruggekomen. En nu ik stage loop, merk ik echt dat ik het super leuk vind en ik dat echt wel de rest van mijn leven wil blijven doen. Maandag en dinsdag ga ik naar mijn stage, geef ik een beetje les, kijk ik mee hoe het allemaal gaat. Dan ga ik op woensdag, ben ik bezig met thuisstuderen. Donderdag ga ik normaal gesproken naar school en vrijdag ben ik ook aan het thuisstuderen. Ik loop stage in groep 6 en dat wat ik het liefst doe met kinderen is denk ik wel muziek maken, zingen. Ik speel gitaar zelf, dus dat is heel leuk om dan voor in de klas te doen. De CAE heeft mijn stage geregeld. Die regelen de stages en die zorgen ervoor dat je niet meer dan een uur hoeft te reizen naar je stageplek. Ik woon in Zwijndrecht, dus dat is totaal niet in de buurt van de CAE. En toch heb ik een stage gevonden in de buurt. Je leert eigenlijk het meeste in de praktijk door stage te lopen, door echt te oefenen ermee. Je kan een heleboel op school leren, maar je moet echt ermee bezig gaan om een goede leerkracht te worden. Ik raad jou de praktijkpabo aan, omdat je het beste leert in de praktijk en fulltime bezig bent met kinderen. Dat is toch wat je wil?